De ASML-cijfers die werden niet zo goed ontvangen vanochtend. Ja, ik weet niet wat mensen dan verwachten, maar groei van bijna 35% dit jaar. Ja, misschien zit het wel redelijk verwerkt in de koers, maar toch, ik denk dat het een beetje onterecht is. ASML heeft natuurlijk een correctie ondergaan vanaf de high rond de 750, 67. Staat nu rond de 670. Maar de toekomst ziet er heel goed uit voor dit bedrijf. Afgelopen kwartaal, ja, ik denk dat het mensen een klein beetje tegenviel, maar daar kan ASML verder zelf niet zoveel aan doen. Er zit een beetje vertraging in de supply chain. Je moet je voorstellen, ASML groeit dit jaar 35%. Zijn omzet gaat van, laten we zeggen, 14 miljard naar bijna 19 miljard. Er komt voor 5 miljard aan extra output uit bij ASML. Ja, dat moet allemaal gemaakt worden. Dus het gaat allemaal niet zo makkelijk natuurlijk. Moet enorm worden opgeschaald. Niet alleen bij het bedrijf zelf, maar vooral ook bij de toeleveranciers. En die zitten overal, niet alleen in de regio Veldhoven, maar Amerika, of ASML heeft overal bedrijven. Ook in Amerika. En die moeten allemaal een tandje bijzetten. En niet zomaar een tandje, maar eigenlijk kan je zeggen, alle zeilen moeten worden bijgezet bij ASML en de toeleveranciers. Nou, dat resulteerde erin dat er omzet een klein beetje tegenviel. Ook voor het vierde kwartaal dit jaar valt het een klein beetje, tegen eigenlijk, omdat ze gewoon niet kunnen leveren. Een beetje tekorten, zeg maar, in de toeleveringsketen. Nou, dat is op zich helemaal niet erg, want die omzet die komt er uiteindelijk wel natuurlijk. Die komt dan volgend jaar of misschien zelfs nog een jaar later. En daar moeten we denk ik ook een beetje naar kijken. Kijk naar de lange termijn. ASML heeft gezegd dat ze tussen 2020 en 2030 met 11% per jaar gaan groeien. Ja, ook dat viel toen een klein beetje tegen, maar dat is eigenlijk gewoon heel veel. De komende 10 jaar met 11% groeien. De eerste tussenstop, hè, met harde cijfers, zeg maar, die ligt in 2025. Dan zou de omzet tussen de 24 en 30 miljard moeten uitkomen. Nou ja, de onderkant daarvan, die wordt denk ik al in 2023 gehaald. Zeggen dat we dit jaar uitkomen op 19 miljard. Nou, voor volgend jaar zien ze ook een gezonde groei en er komt nog omzet bij van dit jaar. Dus ja, dan ga je al heel snel naar 21 miljard en dan zit je ook zo op 24 miljard, misschien wel al in 2023. Dus ik denk dat mensen ASML, althans het groeipotentieel van ASML, een beetje onderschatten op dit moment. Het gaat harder dan we denken en het groeit ook hard door. Niet alleen door de chiptekorten die er zijn, dat is natuurlijk één ding. Een soort inhaalvraag is er in de markt. Maar vooral gewoon de, wat ze zelf noemen, de circuliere trend, digitalisering. Dat gaat maar door en het gaat maar door. Er komen overal chips in straks en die chips worden kleiner en kleiner. En dat betekent dat er heel veel behoefte is aan de machines van ASML. Dan hebben we het nog niet eens over de geopolitieke verschijnselen. Hè? Dat elk economisch blok zijn eigen chipindustrie wil opzetten. Nou, dat kunnen ze wel willen, maar ASML kan die machines nu nog helemaal niet leveren. Dus ja, het gaat gewoon heel erg hard met ASML. En ik denk dat de markt het groeipotentieel misschien wel een klein beetje onderschat. En dat ja, op dit moment is het geen bedrijf om short te gaan. Ik denk eerder dat je gewoon moet kijken naar eventueel dips zoals vandaag. En dan moet je maar gewoon meedoen met ASML, want het gaat geweldig de komende tijd.